Stel dat je met rekenen een onderzoekje wilt gaan doen. Wie gaan er later slapen, de jongens of de meisjes? Je bent dan eigenlijk onbewust bezig met computational thinking. Onder computational thinking heb je namelijk data en dataverwerking. En daaronder valt weer het visualiseren, verzamelen en analyseren van data. Je kunt dat heel goed doen in Numbers. Ik ga het je laten zien. We starten de app Numbers. En we starten een nieuwe spreadsheet. We pakken een lege spreadsheet. En vervolgens maken we daar een tabel in. Door middel van de bolletjes kan ik de tabel schalen. En precies zo maken zoals ik hem nodig heb. Hier zet ik de meisjes neer. En hier de jongens. En vervolgens zet ik alle tijden neer. Ik kom nu wat ruimte tekort. En door op het bolletje te tikken, kan ik extra cellen bijmaken. Ik vul nu mijn gegevens in. Zes kinderen, vier. Zes. Wat ik nu kan doen, is dat ik deze cellen ga selecteren. Vervolgens tik ik hier op cel en dan kan ik hier zeggen, maak een nieuw diagram aan. Ik kan nu kiezen uit verschillende modellen. Ik denk dat het eerste model prima is. Er wordt voor mij automatisch een grafiek gemaakt waarin de meisjes blauw zijn en de jongens groen. Op deze manier heb ik mijn data gevisualiseerd en kan ik vervolgens een analyse gaan maken. Succes met het doen van je onderzoekje!